Welkom terug in een nieuwe video. De laatste in deze reeks. Maar ik ben er zeker van dat er nog heel veel zaken rond tweelingen zullen gedeeld worden van mijn punt naar jullie toe. Een ander mysterie van tweelingvlammen ligt in het seksuele. En nog meer nog dan eigenlijk in die astrale seks dat je kan ervaren met je tweelingvlam. Nu, astrale seks is een van de meest ongewone zaken die mensen kunnen ervaren. Ik heb ik heb hier en daar al zowel stukken verteld in de vorige video's. Maar zeker wanneer dat mensen nog niet bewust zijn van energie en totaal geen idee hebben van wat er gebeurt, gaan ze het soms gaan toeschrijven of gaan uitleggen als het zijn dromen, waarop dat je lichaam fysiek gaat gaan reageren. Maar dat is het dus niet. Astrale seks te kunnen aanvaarden als een mogelijkheid, als iets die bestaat, als iets leuks, fun, dan is het belangrijk dat je eerst gaat aanvaarden dat jij energie bent. En dat betekent dus onmiddellijk ook dat jij zoveel meer bent dan jouw persoonlijkheid of je fysieke lichaam. Nu, en vaak ga je zien en merk ik dat het mentale houdt eigenlijk nog die dergelijke verbindingen tegen. Angsten om wat dat zal zijn, of ideeën over hoe dat het moet zijn. Terwijl dan net al die logische verklaringen jou eigenlijk beperken in het ervaren van het mooiste, krachtigste dat je kan ervaren als mens hier op aarde. Want het voelen van eenheid, wat dan natuurlijk gebeurt wanneer dat je astrale seks hebt, omdat die persoon zelfs nog niet fysiek bij jou is. Daar roept onmiddellijk ook tegenovergestelde op, want we zitten hier nog altijd in een duale wereld. En dat is dan die angst om gescheiden te zijn. En dat is nu eenmaal eigen aan een leven in een duale wereld. En daarom mag je eerst leren om alles te overstijgen en dus die schaduwen die iedere keer naar boven komen, om die te gaan helen. Nu, laat me eerst nog wat uitleggen over de evolutie van tweelingvlammen. Nu, wanneer dat beide tweelingvlammen op hun pad aan het wandelen zijn, dan gaan ze ook meer en meer gaan verbinden met de universele stralen en vlammen, waar ik al verschillende keren over gesproken heb. Ik heb ook een videoserie daarover gemaakt, dus kijk ook zeker naar die videoserie als je daar meer wilt over weten. En dat doen ze dus. Dus ze verbinden meer en meer met die universele stralen en vlammen, om zo hun unieke missie eigenlijk ook verder vorm te geven. En op dat punt leven ze allebei in een hogere frequentie, en dat is 6D. En hoger, waardoor dat ze eigenlijk geëvolueerd zijn naar wat je zou kunnen noemen tweelingstralen. Nu, vooraleer dat ze daar komen, dan triggeren ze elkaar natuurlijk voortdurend doordat ze de ultieme spiegel vormen voor de volmaakte ziel van de ander. En via de enige echte onvoorwaardelijke liefde kunnen zij hun ego integreren en gaan transformeren. Dus ik zeg niet elimineren. Dus we moeten ons ego niet elimineren, we moeten het niet buiten zetten. We moeten het integreren en transformeren, zodat het gaat gaan werken voor onze ziel, waar dan nu ons ego altijd aan het stuur stond. Dus, en dat betekent dat hoe meer dat de tweelingvlammen hun ego kunnen integreren en transformeren, hoe verder dat ze op het pad komen en hoe minder dat er eigenlijk tot zelfs geen projectie meer is nog van dat ego in die connectie. Nu, tweelingvlammen zijn sterk telepathisch verbonden, omdat hun zielsgroei zo met elkaar verbonden is. En hierdoor zuiveren tweelingvlammen nog veel meer op dan bij tweelingzielen. Net doordat een van hun lastigste, als ik het zelf mag zo zeggen, lastigste lessen is eigenlijk dat proces van die diepe overgave. En dat is ook nodig om dan uiteindelijk via die astrale seksuele verbinding te kunnen samensmelten. En het maakt zelfs niet uit dus of dat tweelingvlammen fysiek intiem zijn of niet. Want tijdens het fysieke contact gebeurt net hetzelfde. Overstijgen ze deze dimensie, dus dat fysieke dimensie, de realiteit dat er nu is, om uiteindelijk tot dat heilige huwelijk te komen. En dus deze samensmelting of dat heilige huwelijk, dat is hun connectie. Dat is hun diepe verbinding. De onvoorwaardelijke liefde dat ze delen en die hen in directe verbinding laat staan met de goddelijke familie aan de andere zijde. Goddelijke familie, waarom? Omdat dat omarmt en uitlegt wat dat het leven, de bron is. Ik kan moeilijk zeggen de bronnelijke familie, dat lukt me niet. Dus de universele familie of gewoon de verbinding met alles wat dat is. En dat zorgt er ook voor dat tweelingvlammen eigenlijk ook hele oude zielen zijn. Ze hebben, zoals hij weet, al in vorige levens heel veel eenheid leren te integreren.
Nu herinneren ze zich dat gewoon doordat ze daar sneller kunnen doorheen die transformatie gaan. Ook al lijkt het niet altijd zo snel, maar in vergelijking met andere zielen is het wel snel. En dat betekent dus ook dat deze zielen ook verder zullen groeien naar de 13e en de 15e densiteit. Dus 13 en 15D. De zuivere inzichten dat zij daardoor krijgen, bevatten eigenlijk de waarheid, de codes om die gouden eeuw vorm te geven ten voordele van de wereld. En dat maakt dat wanneer dat beide zielen in een dergelijke seksuele verbinding samenkomen en samen smelten, dat ze op dat moment een heel zuiver kanaal voelen. Ja, ook voelen, maar dat ze een heel zuiver kanaal zijn om die nieuwe downloads te ontvangen. En ik heb het zelf meermaals ervaren in mijn connectie, met mijn tweeling. Omdat ik nadien, zowel hij als ikzelf, dat we weer nieuwe inzichten kregen, dat we downloads kregen, dat we wisten van oké, wat mogen we weer aanbieden, wat is mogelijk, nieuwe ideeën, dat tot voor kort niet of door niemand werd verspreid. Ook mijn boek bijvoorbeeld, 96 Vlammen, de informatie die daaromtrent gedeeld wordt, die zijn er eigenlijk ook allemaal kunnen ontstaan net door mijn connectie en mijn verbinding met mijn tweelingvlam. Want voordien kon ik die informatie niet graspen, kon die niet grijpen. En dan zie je dat zij dan informatie ontvangen, channelen, om die gouden eeuw van vorm te geven. Wat dat de voordeel is van iedereen op de aarde, op de wereld, op het universum. Dus menselijke en universele liefde komen eigenlijk via tweelingvlammen samen. Want zij, door wie dat ze zijn, in essentie aanvaarden de liefde via een menselijke relatie, maar net omwille van de energetische verbinding dat zij delen. En die heilige graai, of hoe zeg je dat? Dat is dan eigenlijk die zelfliefde. Zij tonen, tweelingvlammen tonen, en dat is één van hun missies hier op aarde, maar zij tonen dat werkelijke liefde in eerste instantie in jezelf zit. Maar wanneer je dat ontvangen hebt en aanvaardt dat die er is in jezelf, krijg je dat weerspiegeld via je tweelingvlam. En dat is niet beperkt tot tweelingvlammen. Je kan dat als niet-tweelingvlam zijnde evengoed ook ervaren met een soulmate. Maar ook daar is net dezelfde les. Dan moet je dieper naar binnen gaan en moet je ook gewoon al je schaduwen ook gaan uitwerken. Al je conditionering en de gedachten die je hebt gaan aankijken, gaan uitzuiveren. Nu, om tot deze bijzondere missie te kunnen komen, is dus nodig dat tweelingvlammen elkaars ontwikkeling versterken. En dat is wat ze doen. Doordat ze verbinden, dan duwen ze elkaar in het proces van zelfrealisatie, waar ik daar in de vorige video's ook al over gesproken heb. En dat is ook de reden waarom dat bijvoorbeeld het traject dat werkt met de universele vlammen ook zelfrealisatie via een hartgedragen bewustzijn heet. Omdat jezelf kan gaan realiseren, jezelf in de wereld kan zetten door die verbinding met je hart, door de verbinding met die onvoorwaardelijke liefde, door de verbinding en afstemming met je ziel. En dat maakt dat niet alleen tweelingvlammen, maar dus iedereen die meer in die energie gaat gaan belichamen. Maar dat maakt dat door de aard wie dat ze zijn, tweelingvlammen eigenlijk het hoogste licht, dat ook verbonden is met hun galactische zielengroep, dus afhankelijk van waar ze afkomstig zijn, hier geankerd wordt op aarde. En ze voelen die gouden energie vaak ook via je kruinchakra. Dan ga je dat hier ook voelen dat informatie binnenkomt, dat energie binnenkomt. En vanuit die verbinding kunnen zij hun dagelijks leven voortdurend vormgeven, maar vanuit een constante verbinding, vanuit een constante eenheid met de bron. En dus ook met een tweelingvlam. Maar dus die verbinding met de tweelingvlam krijgen ze om daar naartoe geduwd te worden. Want dat vraagt natuurlijk om heel veel dingen uit te zuiveren. Om in staat te zijn om een constante eenheid met die bron hier op aarde te kunnen leven. Nu, vanuit de galactische zielengroep of de sterrenfamilie, maakt niet uit hoe je het noemt, geeft ook elke tweelingvlam een eigen kleur. En ik heb dat ook in de vorige video's gezegd, dat ze kiezen op elke vlam dat ze gaan werken, maar dat blijft het niet bij. En dat is omdat ze dus vanuit hun eigen energie, dus vanuit de energie vanuit die vlam, hun eigen parel of hun eigen diamant kunnen gaan neerzetten. En dat is dus via dat diamantenbewustzijn, maar met een specifieke twist of turn van een eigenschap, van een eigen, een eigenschappen karakter, zodanig dat ze dat kunnen gaan neerzetten in hun missie en in hun werk dat ze hier komen doen. En dus ze werken niet alleen vanuit de verbinding met die andere sterren, dus niet alleen vanuit de verbinding met de andere sterrenfamilies, maar ook vanuit de verbinding met het engelenrijk, brengen zijn healing. Waarom? Omdat voordat ze geïncarneerd zijn in die sterrenstelsels, in die verschillende dimensies, die verschillende werelden, verschillende scholen, dan hebben ze ook ervaringen opgedaan als energie binnen het bewustzijn van het engelenrijk. En dat maakt dat hun verbinding
ook gewoon wie dat ze zijn, op zich al heel veel healing brengt naar de aarde. Door hun relatie, vanuit die onvoorwaardelijke liefde, vanuit 5D, door dat in de 3D te brengen, en dus in de realiteit te brengen, en hierin te ankeren en te gronden, dan gaan ze ook de mensheid gaan tonen dat een relatie vanuit wederzijds respect eigenlijk de nieuwe norm wordt. Dat al de templates rond relaties, van als je getrouwd bent, moet je dat zus en zo. Als je in de relatie bent, moet je zus en zo. Maar dus om al die dingen echt aan de spiegel, de zuivere spiegel van onvoorwaardelijke liefde te testen. Om dan op een andere manier, die meer afgestemd is met die onvoorwaardelijke liefde en die hoge, diepe zielsconnecties, om dat op die manier te gaan gronden. En zij tonen daarmee ook dat een diepere resonantie, een diepere verbinding op zielsniveau, eigenlijk de enige kern is en de enige maatstaf is voor elke relatie. En dus geen papieren briefje, geen huis, geen kinderen samen of wat dan ook. Het gaat om die zielsconnectie. Het gaat om die zielsconnectie, want daar gaat het enige, dat is de enige reden ook waarom we hier op aarde rondlopen. Onze ziel verder uitbreiden, onze ziel verder laten ontwikkelen. En relaties zijn daar een middel toe. Nu, de meeste tweelingvlammen kunnen, één dat ze voldoende ontwaakt zijn en geheeld zijn, dan ook eigenlijk alle lagen van de situatie zien en gaan begrijpen. Net door die verbinding dat ze helpen hebben met de universele wijsheid en met de universele databank. Dat maakt dat ze hiermee ook kunnen helpen om weer dat karma op te ruimen. En dus ruimen ze niet alleen karma op voor zichzelf, wat dan meestal heel minim is door het feit dat ze dan een vorige leven die eenheid hebben bereikt, maar meer nog voor voorouderlijke systemen en meer nog ook voor een ganse zielengroep. Want niet elke ziel krijgt de kans om dit via incarnatie op te ruimen. Niet elke ziel heeft de kans om nu in deze tijd te incarneren op aarde om de shit en de drama en alle dingen dat ze aangenomen hebben als waarheid om dat op te healen. Dus de healing op aarde heeft ook zijn invloed op zielen die niet geïncarneerd zijn op dit moment. En daarom leren tweelingvlammen ook eerst over dat eenheidsbewustzijn. Leren ze eerst om het zelf weer te integreren, zodanig dat ze kunnen spreken vanuit hun wijsheid en vanuit die eenheid. Zonder ook zichzelf en hun eigenheid daarin te verliezen. Zonder te gaan pleasen. Zonder te gaan meeklappen en meelopen met de massa. Dus het delen en realiseren van hun eigen essentie, dus van die ik-ben-essentie, is namelijk van super, 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 super groot belang voor hun lichtwerk, voor hun missiewerk. En dat maakt dat, dat is ook de reden waarom dat mijn focus in eerste instantie niet zo lag op het verkondigen en uitleggen hoe tweelingvlamconnecties werken, omdat eigenlijk hoe meer je daar jouw aandacht naartoe brengt, hoe meer je eigenlijk jouw aandacht wegneemt van jouw eigen proces. En dat is de grootste reden waarom dat veel tweelingvlammen nog niet samen zijn, omdat ze veel te veel gefocust zijn op de ander en niet op zichzelf. Dus ze begrepen niet meer dat de dynamiek eigenlijk aan het echte, de echte bedoeling is van een tweelingvlam. En je gaat merken. En dat zijn mijn klanten, degenen die bij mij ondertussen een ontwikkeling, ondersteuning bedoel ik zijn, dat wanneer je die focus verlegt, dat je heel veel dingen ziet verschuiven in jouw wereld. En jouw tweelingvlam is altijd de spiegel van waar dat jij nu op dit moment mag en moet niks, maar dus eigenlijk idealiter mag gaan werken. Nu, voordat ik dit afsluit, wil ik nog dit nog zeggen. Dus het is belangrijk dat je weet dat tweelingvlammen hele oude zielen zijn, hoogontwikkelde zielen, die reeds een eenheid waren vooraleer dat ze hier in dit leven geïncarneerd zijn. Dus ze kozen er eigenlijk voor om vanuit de oorsprong van liefde, waar dat ze al waren in die eenheid, terug weer af te reizen, terug weer te incarneren naar angst en naar afscheiding, om, of de illusie van afscheiding vooral, om te begrijpen waarom dat zoveel mensen nooit liefde ervaren, waarom dat zoveel mensen nooit die onvoorwaardelijke liefde toelaten. En net door er zelf weer doorheen te gaan, leggen ze een pad van licht en liefde aan die anderen kunnen volgen. Herinner je nog wat het verhaal rond Jezus vertaald is? Dat is ook uiteindelijk wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft hier een ankerpunt gebracht om onvoorwaardelijke liefde naar de aarde te brengen. Maar dat was slechts het begin van de hele evolutie, van heel de ommekeer. En dat is dus het belangrijkste reden waarom dat tweelingvlammen geen gemakkelijk pad hebben. Dat is de belangrijkste reden waarom dat je vaak het gevoel hebt als tweelingvlam dat je nergens thuis hoort. Dat niemand jou begrijpt, dat je andere ideeën, andere dingen aanvoelt. Maar van zodra dat je als tweelingvlam de kracht hebt, en vooral ook de maturiteit als ziel dan, dan ga je heel veel dingen gaan healen voor jezelf, maar ook voor heel veel andere zielen in jouw omgeving, in jouw biologische familie, in jouw sterrenfamilie, in jouw energetische familie, in je zielenfamilie.
Overal en overal om jou heen. En het enige doel daarvan is eigenlijk hemel op aarde te brengen. Hemel op aarde door de verbinding met onvoorwaardelijke liefde voor elke ziel weer te gaan herstellen. Maar weet dat we pas aan het begin van dat proces zijn. Dus dat betekent dat er zielen gaan zijn die op dit moment nog niet in staat zijn om die verbinding met onvoorwaardelijke liefde weer te gaan herstellen. Die zelfs niet in staat zijn om die verbinding met zichzelf te gaan herstellen. Dus ook daar forceer ik niet. Vertrouw dat het proces daaromtrent gebeurt onder leiding van hun hogere zelf. En dat ook al doe je niks, ook al zeg je hen niks, dat zij door hun team zullen gebracht worden bij de stappen waar zij moeten te leren hebben. Bij de obstakels dat zij te leren hebben. En mensen die klaar zijn om te horen wat je te zeggen hebt, of om te gaan leven en de dingen te doen die jij doet, die gaan jou automatisch vinden. Want het is ook niet zomaar dat jij hier nu naar deze video kijkt. Dus de mensen die klaar zijn, die gaan vanuit zichzelf die dingen gaan doen. Dus probeer mensen niet te forceren, probeer mensen niet mee te trekken, want het enige wat je doet, is jezelf tegenhouden. Om maar te zeggen, als je dus inderdaad die astrale seks met je tweelingvlam al gevaren, of zelfs gewoon met een andere ziel, dan is het belangrijk om in jezelf te werken, om in overgave te gaan. Maar je kunt dat niet toelaten en je kunt niet in overgave gaan aan de fysieke gewaarwordingen, als je nog met veel angsten zit. Dus ik hoop dat je hier weer iets van opgestoken hebt. Ik ben ook bezig met een training te geven rond seksuele alchemie, waarin dan we nog dieper ingaan rond die processen van astrale seks natuurlijk. Maar ik moet ook opletten dat YouTube en al die beperkingen en belemmeringen zijn. Dus ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven waar iedereen al iets aan heeft. En mocht je zelf ergens tegenaan lopen. Of je hebt vragen en je denkt dat dat wel ook interessant is om te delen met anderen. Stuur me gerust een mailtje. Of zet je vraag onder elke video. En dan, ik zeg het, zeker één keer per dag om te zien, om te antwoorden op jullie reacties. Wat ik trouwens super fijn vind om met jullie op die manier ook te verbinden. En natuurlijk binnenkort is ook het lidmaatschap, het membership. Revolutie via Liefde is de titel op de naam ervan. En wat, Poentje? Mijn poes was aan het roepen. En om daar ook op die manier, op een heel laagdrempelige manier, ook met andere mensen te verbinden, om een plaats te vinden, om met jouw vragen en stukken terecht te kunnen. En ook om van ondersteuning te zijn, zodat je ook leert om met die vlammen te gaan werken. Ik ga die groep doen samen, in eerste instantie vooral mij, of ikzelf. En over de loop van tijd gaan met mensen met wie ik samenwerk, de coaches, de andere coaches als het ware, gaan daar ook meer en meer stukken in opnemen. Omdat natuurlijk veel meer mensen aan het wakker worden zijn. En op die manier kunnen we ook veel meer mensen gaan begeleiden. Zo. Maar dus, ik zou zeggen, abonneer en like en subscribe en whatever dat al mogelijk is. Als je wil op de hoogte blijven van dat membership, van dat lidmaatschap, of als je gewoon wil op de hoogte blijven van de nieuwe video's, dat kan ook natuurlijk. Niemand is verplicht om dingen aan te kopen. Je kan natuurlijk je proces perfect doen met allemaal gratis dingen. Wil je natuurlijk dingen versnellen en sneller gaan aanpakken, sneller de diepte induiken, daar raad ik jou aan om samen te werken in een van de trajecten of binnenkort in het lidmaatschap Revolutie via Liefde. Zo, dat was voor vandaag. Ik wens je een fantastisch weekend. Ik zie je volgende week terug. Wie weet wat ik in het loop van het weekend nog allemaal van ideeën en content ga creëren voor jullie. Tot binnenkort. Dag!